Welkom op de Hoge Bakstraat nummer 18. Normaal gesproken begin ik vanaf de voordeur. Maar het regent heel hard, dus vandaar even het straatbeeld. Kom binnen in de hal. En vanuit daar lopen we gelijk de woonkamer in. Nou, ik heb begrepen dat dit het lekkerste plekje van de bank is. Vanuit hier kun je prachtig de toren zien. In het Rozenhof. Prachtige vloer zit erin. Authentieke details. Het is verder keurig afgewerkt. Dan gaan we naar boven. De woning heeft 3 verdiepingen. Dus dat is ook wel uniek in de stad. Vanuit buiten zou je niet zeggen dat het zo'n grote woning is. We beginnen op de eerste verdieping met de kamer van de kleinste. Van Lucas. Nou, die bof maar met zo'n mooie kamer. En ook vanuit hier kun je heel gaaf die toren weer zien. Verkopers hebben er zelfs hun interieur op aangepast. Leuk detail. Lopen we weer richting de hal, dan zien we hier eigenlijk gelijk de trap naar de berging. Voor al je kerstspullen, skispullen, koffers. De masterbedroom. Ook keurig netjes. Dus de woning heeft in totaal 2 slaapkamers. Zoals jullie beneden al zagen, werkkamergedeelte is daar gemaakt. De eerste badkamer. Ja, je hoort het goed. De woning heeft 2 badkamers. Het is wel fijn dat er ook eentje op de eerste verdieping zit. De tweede zit namelijk helemaal beneden. Daar gaan we nu heen. Het jammer is dus dat het slecht weer is, dus ik niet echt buiten kan laten zien. Kijk, hier is het kantoorgedeelte gesitueerd. Nou, dan gaan we hier de trap omlaag. Hier de originele vloer. Echt heel sfeervol deze ruimte. De doorkijk is natuurlijk fantastisch, zo de tuin in. Eetkamergedeelte en de keuken. Mooie zwarte moderne keuken. En vanuit hier blijven we maar even binnen, want het regent dus. Heel mooi groen. Ja, je kunt hier gewoon heerlijk zitten. Voorjaar, najaar. Zomer. En hier hebben we dus badkamer nummer 2 met bad. Dus geen lange rij voor de badkamer. Dan gaat de ene gewoon in de ene en de andere in de andere badkamer. Nou, hier zit in ieder geval aan deze kant nog een apart toilet. Nog een washok. Nou, mocht je willen komen kijken, bel met het kantoor en we kijken of dat we een afspraak kunnen inplannen.